Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik 10 producten met jullie doornemen die helaas niet meer verkrijgbaar zijn. Het zijn producten van Catrice en Essence. Je moet denken aan producten die uit een limited editie komen of die in het vaste assortiment hebben gezeten en die gewoon helaas verdwenen zijn omdat ze plaats moesten maken voor een nieuw assortiment. En het leek me leuk om deze producten gewoon eens met jullie door te nemen, omdat ik er gewoon hele fijne ervaringen mee heb. Dus ik dacht, hoe leuk is dat? 5 producten van Essence, 5 producten van Catrice. Ik zal ze ook door elkaar laten zien, zodat je niet alles van één merk bij elkaar hebt. Dus dat is wat ik met jullie wil gaan delen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten waarvan ik het jammer vind dat ze niet meer verkrijgbaar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een blush. Deze is van Catrice. Dat is deze blush. Deze komt uit een limited editie, namelijk Blush Blush. Dit is een ombre blush. En deze heeft de naam C02 Vibrant Pink. En deze heeft een heel leuk 3D effect. Mooie spiegel zit er in de deksel, hou ik van. En zoals je kan zien lopen de kleuren van licht naar donker. En dat geeft een heel erg leuk effect op je gezicht. Ik weet niet meer precies wanneer deze limited editie in de winkel lag. Volgens mij is het niet super lang geleden, maar pin me er niet op vast, want ik weet het niet meer. Maar ik vond dit echt een heel fijn product en vind hem heel erg mooi. Ik gebruik hem ook nog steeds heel erg graag. En ik vind ook de gewone verpakking echt heel erg mooi. Want de verpakking, dat is soms toch ook wel gewoon een dingetje waar je erg blij van kan worden. Dat heb ik met deze blush zeker. Dus ik vind het heel erg jammer dat dit een limited editie was en dat hij niet meer verkrijgbaar is. Dan heb ik een nagellakje van Essence. En deze is uit de Gel Nail Polish lijn. Dit is de kleur 67, Love Me Like You Do. Ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje. Helaas is deze hele lijn van de Gel Nail Polish eruit gegaan. Er is een hele nieuwe lijn voor in de plek gekomen. Maar ik vind dit wel een van de mooiste kleurtjes die ik daaruit heb. Want ik heb daar ook vaak complimenten over gekregen als ik hem droeg. Van goh, wat is dit een mooi kleurtje. Ik ben er zelf ook echt heel erg weg van. Heeft een gewoon kwastje. Dan zie je misschien ook een klein deeltje van de kleur. Ik mag hem nog heel erg graag gebruiken. En zo af en toe dan pak ik hem ook nog eens. Omdat ik heel erg veel afwissel met nagellak, is het niet dat ik elke week hetzelfde kleurtje draag. Dus zo nu en dan, als ik weer zin heb in een donker kleurtje, pak ik dit mooie kleurtje van Essence. Dan heb ik een lipglossje van Catrice. Dat is deze met deze hele mooie dop. Deze komt uit de limited editie Glitterstorm. Dit is een liquid glitter lips. Heeft de naam C02 Roaring Red. Heel erg mooi. Het is een rood kleurtje met hele kleine glittertjes. De glittertjes zie je niet echt terug op je lippen. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ze zijn best wel subtiel. Maar het kleurtje is gewoon echt geweldig. Zo ziet de applicator eruit. Zie je ook een klein beetje de kleur op. Ik ben echt heel erg fan van dit lipkleurtje. Ik mag hem nog heel erg graag gebruiken. En ik vind het echt jammer dat ze zoiets niet in het standaard assortiment hebben. Dat het een limited editie was. Want gewoon, je wordt alleen al blij van die top. Althans, ik heb dat. Want ik hou dan wel van glitters. Dus ik kan hem dan ook heel makkelijk terugvinden. Want ik zoek naar de glitterdop. En dan weet ik dat ik hem heb. Dus dat is wel ideaal. Maar echt een prachtig kleurtje. Dan een oogschaduwpalette van Essence. Deze komt ook uit een trendeditie. Zo noemen ze dat bij Essence. En deze, dit is de Ho 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 trendeditie volgens mij. Het is een oogschaduwpalette. Deze heeft de naam 01 Jingle All The Way. Achterop staat ook een tutorial. Ik vind het vooral heel bijzonder dat dit van een soort karton is gemaakt. Het voelt heel zacht aan, maar het is een heel erg mooi paletje. En dit zijn de kleuren. Ik heb het blaadje nog op. Zo ziet het eruit. Je kunt wel zien dat ik hem al vaak gebruikt heb. Want wat is dit? Een prachtig palet. Ik heb hem laatst nog gebruikt. Zit een beetje vol oud overal. Zoals je kan zien kun je ook, zie je heel goed waar ik heb gedipt. Maar de pigmentatie van dit palet is zo mooi. Het glitterkleurtje is ook geweldig dat dit een extra toevoeging heeft. Zo mooi paletten, echt. Je kunt hem, hij komt natuurlijk uit een kersteditie, maar het is niet dat je hem alleen met kerst kunt gebruiken. Ook daarnaast gebruik ik hem heel erg graag. En ja, ik vind het echt heel erg jammer dat ze niet zo'n soort paletje met dit soort kleuren in het standaard assortiment hebben, want ik vind ze echt prachtig.
Dan heb ik van Catrice een make-up freezing powder. Dat is deze. Deze komt ook uit een limited editie, namelijk de Active Warrior. Heeft de naam C01 Ready Set Go. Ik vind de verpakking gewoon al geweldig met al blauw. Hij is nu heel erg aan het schijmeren in mijn camera, maar dit is echt prachtig. Echt heel erg mooi. En de poeder is gewoon heel erg fijn. Er zit een spiegel in. Het is gewoon een transparante poeder die je niet terug ziet op je gezicht. Maar oh, wat werkt die fijn. Zou ook waterproof zijn. Ik heb dit zelf nooit getest. Maar ik vind het gewoon een hele fijne poeder om te gebruiken. En ik pak hem dan ook regelmatig. Want dan ga ik echt door mijn poederla heen. Ik heb tegenwoordig mijn poeders ook los liggen. Dus dan zie ik hem weer en ik... Oh ja, ik ga deze weer gebruiken, want ik vind hem gewoon heel fijn. Ook heel fijn om je ogen mee af te poederen voordat je je oogschaduw aanbrengt. Dus dit vind ik ook echt een heel erg mooi... ik vind de verpakking gewoon nog heel erg mooi. En Catrice heeft wel van dit soort poeders in het assortiment van die transparante. Maar die zijn toch anders van kwaliteit dan deze. En deze vind ik wel heel erg fijn. Dan heb ik dit lipkleurtje van Essence. En deze komt uit de Metal Shock line. Dit is een lip paint. Deze heeft de kleur 03 Lily of the Valley. Zo'n mooi kleurtje. Ja, hij komt nu waarschijnlijk heel slecht over, maar ik vind hem zo prachtig. Zo mooi fel. Ja, ik hou ervan. Ik ben nu toevallig heb ik een nude kleurtje op, maar ik vind dit zo'n mooi fel kleurtje. Ik hou hier heel erg van. Is een lipproduct wat ik ook heel graag pak. Er komt een soort van glittertje overheen. Ik kan het eigenlijk niet helemaal goed uitleggen. Het is echt... Hij knalt echt van je lippen. En ik hou ervan. Lekker fel. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ik gebruik deze ook nog heel erg graag. Vooral als ik wat fellere lippen wil. Dan is dit een kleurtje die ik heel graag gebruik. Want ik vind hem echt geweldig. Echt jammer dat deze lip... paints van Metal Shock niet meer verkrijgbaar zijn. Want wauw, ik ben er helemaal fan van. Dan heb ik van Catrice de Prime & Fine Lip Color Remover met aloe vera extract. Dat is dit tubetje. Heeft de naam 010 Take It Off. En hiermee kun je dus elke lipkleur van je lippen verwijderen. Heeft zo'n opening en hiermee, je kunt het bijvoorbeeld een beetje op je vinger doen. Mijn voorkeur gaat uit om dit een beetje op een wattenschijfje te doen. En dan kan ik elke lipkleur, ook de lipkleuren die wat moeilijker verwijderbaar zijn, kan ik verwijderen. En mijn lippen die voelen ook niet heel droog aan. Dat komt echt door dat aloe vera extract wat erin zit. Want mijn lippen voelen daarna gewoon vrij zacht aan. Nou ben ik wel iemand die daarna nog wel eventjes vaak na het douchen even een lippenbalsem opsmeer. Omdat ik heel snel last heb van droge lippen. Maar hier kan ik echt elke lipstick mee verwijderen. Ik vind het echt jammer dat ik er niet een voorraadje van heb. Want ik vind het zo jammer dat dit niet meer verkrijgbaar is. Catrice, breng dit terug in het assortiment. Of iets gelijk vergelijkbaars. Maar dit is echt een geweldig product. Die gewoon, als je van make-up houdt, heb je dit nodig. Dit is echt een lifesaver. Dan heb ik een hele mooie bronzing powder van Essence. En deze komt uit de hashtag Secret Party. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Glow of My Life. Nou, het leuke is gewoon al, kijk die slippertjes. Daar word je toch blij van als je dit ziet liggen gewoon in je stash. Ik ga er zo goed op. Ik gebruik de slippertjes eigenlijk niet. Want die kleur vind ik gewoon een beetje te licht. Ik gebruik de kleur eromheen vooral. Want dat zet op mijn gezicht gewoon beter aan als een hele lichte kleur. Maar oh, ik vind het gewoon echt geweldig. Ik zal even een beetje de bruine poeder van de slippertjes blazen. Dan zie je het effect nog beter. Maar hoe leuk is dit bedacht? Dat vind ik altijd heel erg jammer van die limited edities. Dat ze tijdelijk verkrijgbaar zijn. Want sommige producten zijn zo fijn. Dit is gewoon ook echt een bronzer die ik bijvoorbeeld in de zomer ook heel graag gebruik. In de winter pak ik graag ook nog wel eens een wat donkerdere bronzer. Maar in de zomer vind ik soms een lichte bronzer ook heel erg mooi. En daar vind ik deze gewoon heel geschikt voor. Ik word gewoon heel erg blij van deze bronzer. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Catrice. En dat is deze. Deze komt uit de limited edition Treasure Trove. Heeft de naam C01 Blaze of Glory. Ik moet zeggen, ik ben normaal niet heel erg onder de indruk van de oogschaduwpaletten van Catrice die in de limited editie zitten. Dat komt toch omdat ik een paar keer best wel een flinke tegenvaller heb gehad. Maar dit vond ik echt een top palette. Even kijken of ik hem een beetje normaal open ga krijgen. Met een spiegeltje die erin zit. Hoe zit hij nou? Oh, hij is een beetje fel. Het zijn vooral nude kleuren zoals je kan zien.
Er zit ook een dubbelzijdige sponsapplicator bij. Maar dat is niet zo interessant. Het zijn nude kleuren, maar je kunt wel zien dat ik hem vaak gebruikt heb. Soms heb je gewoon een dagje dat je gewoon even voor nude wil gaan. En ik heb echt wel een aantal nude palettes. Maar dit is wel echt een van mijn favorieten, want ik vind hem echt geweldig. De pigmentatie is heel erg vol. Je hebt echt donkere kleuren, lichte kleuren. Je kunt hier best wel veel variatie mee aanbrengen. Dus ook een wat donkerdere nude look kun je hier prachtig mee maken. Ik vind dit vond ik echt een heel erg fijn palette. En ook gewoon hoe het eruit ziet met die mooie sterren. Ik word er blij van. Goud-wit. Prachtige combinatie. Echt een prachtig palet die helaas ook niet meer verkrijgbaar is. Dan ben ik toe aan het laatste product van Essence. En dat is een highlighter en blush palet. En deze komt uit de trendeditie Fall Back to Nature. Het is dit palette. Heeft de naam 01 You're So Beautiful. Beautiful. Dus niet beautiful, maar beautiful. Dat sluit dan natuurlijk weer aan op de Fall Back in Nature. Back to Nature. Oké. De verpakking vind ik al heel erg leuk. Mooi. Zwart met goud. Ga ik heel goed op. En de binnenkant. Kijk. Er zit een blaadje overheen. Ik ben iemand die de blaadjes erop houdt. En dat... Ja, ik vond het wel even handig. Ik vind hem ook gewoon heel erg leuk. Maar ook gewoon handig om te kijken van wat is nou highlighter en wat is blush. Het idee hierachter is dat je dus... Highlighters en blushkleuren die ze hebben, die gelijk zijn. Zoals je kan zien, alles heeft ook één naam. Het ruikt ook zo lekker. Niet elke highlighter vind ik bij de blush passen. Maar als je het gewoon een beetje leuk aanbrengt, is het gewoon echt een hele mooie combinatie. Gewoon zo'n mooi palet. Alles past zo mooi bij elkaar. Ook niet alle blushkleuren passen in mijn straatje. Maar... Er blijft keuze genoeg over. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat het zo op elkaar afgestemd is. Ja, dit soort palettes, ja, die vind je toch wel vaak in de trendedities. En dat vind ik het toch wel jammer dat het altijd tijdelijk is. Want dit vind ik ook echt een heel erg favoriet palette die ik heel erg graag gebruik. Dan waren dit alweer de 10 producten die helaas niet meer verkrijgbaar zijn. Maar die ik wel heel fijn vond. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf misschien een van deze producten in je stash hebt. Of je het ook jammer vindt dat ze niet meer verkrijgbaar zijn. Ik realiseerde me wel toen ik deze video opnam dat er waarschijnlijk heel veel producten zijn langsgekomen. Die je al vaker in de video voorbij hebt zien komen. Maar ik vond het wel leuk om er een soort van top 10 van te maken. En ik heb ook gekozen bewust voor alleen producten van Catrice en Essence. Want dat is mijn grootste... gedeelte van mijn stash bestaat uit producten van Catrice en Essence. Catrice en Essence zijn ook gewoon twee van mijn favoriete make-up merken. Omdat ze lekker low budget zijn, maar ook gewoon vaak heel fijn in gebruik. En ja, dit zijn 10 producten die gewoon super fijn zijn. En waarvan ik het gewoon betreur dat ze helaas niet meer verkrijgbaar zijn. Misschien ergens de hoop dat ze ooit toch eens wat gaan doen met... oude producten die ze bijvoorbeeld een nieuw jasje geven en in een vast assortiment kunnen plaatsen. Maar dat is natuurlijk altijd weer de vraag, want de make-up trends die zijn heel uitlopend en die ja, veranderen ook weer per maand. En ja, daarom is het natuurlijk ook moeilijk om daarop in te blijven spelen. Maar ik vond het in ieder geval leuk om deze 10 producten die ik heel fijn vond, maar die helaas niet meer verkrijgbaar zijn, in jullie te laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je ook even op dat belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!